het in februari 2022 door president Chandrika Prasad Santokhi geïnstalleerde medisch tuchtcollege is compleet. Met de beëdiging van Anne-Marie Bueno de Mesquita Voogd is het laatste lid aan dit toezichthoudend orgaan toegevoegd. De beëdiging vond gisteren plaats op het presidentieel paleis. President Santokhi, die deze handeling pleegde, gaf aan dat het nieuwe lid mede vanwege haar indrukwekkende staat van dienst is gekozen voor de functie. Het bestuursresort Wanica Noordwest heeft een nieuwe districtscommissaris. Bolanat Narain heeft daar het roer overgenomen van Suraksha Hirasingh. Narain is gisteren door president Chandrika Prasad Santokhi benoemd in het ambt. Het staatshoofd sprak over de indrukwekkende staat van dienst van de nieuwbakken burgervader. Mede daardoor stelt hij het vertrouwen in de functionaris die het werk op basis van deskundigheid zal uitvoeren. Het Bureau voor Openbaar Gezondheidszorg ziet de afgelopen tijd een stijging in het aantal positieve laboratoriumbevestigde dengue-gevallen in Suriname. De positieve gevallen zijn vooral te merken in Paramaribo Noord en Kwata. De beste manier om dengue te voorkomen is om broedplaatsen op te ruimen en watervoorraden af te dekken. Het ministerie van Volksgezondheid en het BOG houden de situatie nauw in de gaten om een dengue-epidemie te voorkomen.